als bestuursvoorzitter van Fortuna. We zijn los in dit mooie stadion. Uiteraard van de blessure kan het toch niet goed ingeschat door de medische staf. Hij sprak deze week zelfs de woorden dat hij frustrerend weinig wist van zijn blessure. Hier is de vervanger en daar is bijna de eerste goal. Jaap het aluminium. En bijna een heel vroeg doelpunt voor Bayern München. Ja, Koeman en Gnabry. Hier zijn ze weer. En nu is hij er wel. Nee, Bayern een uitstekende start met twee kansen in korte tijd na iets meer dan 5 minuten spelen. Geen buitenspel, prachtig steekpaasje. En dan wil hij hem geven, hij had ook zelf kunnen gaan. Maar dat doet Gnabry niet. En Koeman kan daar dan net niet goed aankomen. Ziet hem van de palen. De strijd wordt ongetwijfeld gevolgd door Bielt en vervolgd. Hier Fortuna met misschien de eerste keer iets spannends. Ja, ja. Komen ze weer. Koeman. Oh, die laat hem lopen. En wie maakt hem dan? Müller zegt volgens mij dat Koeman hem maakt. Natuurlijk, want hij lag er gewoon in. Hier de overname, het foutje. En dan het profiteren. Müller liep daar al. Gnabry, Koeman. En dan kijken of Müller eraan zit. Ja, denk het toch. Nee, ofwel. Zelf doen. Voor doelpunt nummer 22, Robert Lewandowski. Het scheelt niks hoor. Keeper had hem ook. Ja, die had hem gehad. Zo zit het eerste gedeelte van de eerste helft er alweer op. Staat nog altijd die 1-0, maar dit is een foutje van Hummels. En hier komt een kans aan. En dit is een kap. Hummels die laat hem van zijn borst af. Gaan, Martinez glijdt uit. Is daar Raman en hier Kovnacki. En is Süle net op tijd. Müller met wat geluk. En een hele fijne bal zeg. Kingsley Coman. Lewandowski nu staat hij naar de eerste paal. Coman doet het zelf. Bal wordt verwekt. Thiago. Martinez. Gnabry. Op actie van Kimmich. Nou, daar is hij. Ja hoor. Toch Koeman. En dan maakt hij er dus 2. In deze wedstrijd nemen we er nog eens een snoepje op. Net geen buitenspel. Prachtige actie van Kimmich. Goed aangespeeld zeg. Een heerlijke goal van Bayern München voor de 0-2. Corner mag nog genomen worden. De blessuretijd is voorbij. En nog een cruciale. Die was onderkant plat of misschien. Daar gaat Thomas Müller. Goed gegeven. Maar goed ertussen ook door Hofman en dan is het gevaar nog niet gewend. Goed begin dus van de tweede helft. Hofman en de keeper redden Düsseldorf. Rensing dus. De inzet is hier van Thiago. Prima keeperswerk. Hier zelf in de 55ste minuut en die gaat erin. Gnabry met de 3-0. Wat wordt voor een grotere uitslag. Koppen van Müller. Binnentikken van Gnabry. Geen buitenspel uiteraard. Twee man achter de bal. En 0-3. Thiago. Coman. Ja hoor. Voorzitter kan komen, daar was Thiago. Ding meer.
Joshua Kimmich. Tweede lijn, kopbal is... Man. Steuger. Dat is de voorzet. Kubatio stond daar te wachten. Raman. Zimmerman. Was dat Hens? Nee, zegt Zwaja. Inzet Zimmerman. Hens Hummels, ja. Hummels krijgt de bal tegen zijn arm, maar het is natuurlijk niet dat hij daar de intentie voor heeft. Omdat het niet een actie is voor op de goal. En Hummels gewoon meespringt. Funkel en Kovac. We zien ook nu dat het een penalty is. Ik zal wel weer allemaal scheidsrechters over me heen krijgen. Maar dit is toch een gekke penalty, jongens. Of niet? Het seizoen zijn vierde gaan maken tegen Bayern München. En doet dat ook. 3-1. En we moeten terug naar 1990 voor de laatste keer dat het iemand van Düsseldorf nog eens lukte om tegen Bayern te scoren. Dus het is ook een historische goal nog voor de thuisclub. Zeker ook voor Luke Bakio. Rames. Lewandowski. Geen buitenspel. Overtreding wordt daar gemaakt door Thiago. Maar de goal gaat door. Correct hier. Thiago, nee, ik denk het dan toch niet. Ik denk niet dat hij afgekeurd wordt.